Dag allemaal en van harte welkom in het Signaal Iduna Park. Ik ben Evert ten Apel en mijn co-commentator is Juri Mulder. Hoi Juri. Hoi Evert, ik zit er helemaal klaar voor. De recordhouder op het gebied van landskampioenschappen Bayern München speelt tegen Borussia Dortmund. En dat is de laatste jaren ontzettend gegroeid. Ja, op dit moment is dit de interessantste wedstrijd in Duitsland. Bayern München, dat is toch wel de grootste club van Duitsland, Juri? Ja, dat klopt even. Het is de rijkste club en ook de club met het rijkste verleden. Hoewel dat niet helemaal waar is, want vroeger was 1860 groter dan Bayern München. We zijn hier in het grootste voetbalstadion van Duitsland. Ik wil nog altijd zeggen het Westfalenstadion. Maar sinds 2005 moet je Signaal Iduna Park zeggen. Klinkt ook niet echt lekker, hè, Evert? Ga je mee een wedstrijdje kijken in het Signaal Iduna Park? Nee, Juri, we gaan gewoon naar het Westfalenstadion. Er komt wat regen uit de lucht vallen, zeg. We zijn begonnen. Zouden ze meteen voor de aanval kiezen of kijken ze eerst de kant in de boom? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Een schermutseling om de bal. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Ribéry. Mogelijk een goede kans hier. Ja, en nu? Wordt dit een doelpunt? Ja, een doelpunt voor Bayern München. De eerste bal gaat er vandaag in. Lekker combinatiespel. Geel. Loopt zich vast. Hem overin. Hij kan uitstekend pasen. Snel teruggekaatst. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? En daar is de voorzet op Aubameyang. Een geweldig hard schot, maar de keeper heeft prima werk verricht daar. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Dat is geen goede corner. De bal wordt weggehaald.
over de achterlijn. Hoekschop dus. En hier zien we de herhaling, Jury. Ja, ze waren kansloos. Hij doet alles goed en zet een prachtig doelpunt op zijn naam. Met zijn hoofd notabene. Doelpunt. De wedstrijd ligt weer helemaal open. Dat zie je niet elke dag. Een doelpunt van een verdediger. Nee, en hij bewijst hier hoe veelzijdig hij is, Evert. Volgens mij wordt er tijdens de trainingen flink geoefend op spelhervattingen. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Deze speler zeggen, Jury, hoe gaat hij het vandaag doen? Dit is een levensgevaarlijke speler voorin. Ja, hij staat altijd op scherp. Je kunt hem zo aanspelen en dan kan hij scoren. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Wat doet hij nou? Hoe kan hij zo'n bal nou missen? Door de regen, denk ik. Anders begrijp ik het ook niet. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Belangrijke tackle. Doet hij het? Voorzet Lewandowski. Vierde bal en terug. Ze zijn maar net aan het doelpunt ontsnapt. De verdediging was goed alert en de bal is buiten de gevarenzone. Ribéry. Robben aan de bal. Ruimte nu voor Bayern München in. Scheidsrechter voordeel, maar fluit nu toch. Men schijnt ervan uit te gaan dat Bayern München dit varkentje wel even wast. Ik zeg eerst zien en dan geloven. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Goeie tackle, Hummels. Voor het doel. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Voordeel voor Bayern München en dat biedt perspectief hoor. De kopbal was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Schermutseling om de bal. Müller, hij werkt altijd keihard hoor. Hij loopt de bal over de lijn onder druk van de verdediger. Kirch. Ja, en nu? Daar gaat hij. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond.
Goed verdedigd. Voordeel, dat moet je uitbuiten, Ribéry. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Kijk eens. Bayern München scoort. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er is gefloten voor buitenspel. Van buiten. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Schweinsteiger. Hij glijdt richting bal. Troost. Hij neemt hem. Nou, daar zat buskruid in dat schot, hoor, maar de keeper redt. Hoekschop voor Bayern München. Buitenkant. Mandzukic blokkeert dat schot. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Bayern München heeft de bal te pakken. En onder druk gaat hij de zijlijn over. Lewandowski. Ja, en nu? Hij schiet. Ze zijn weer helemaal terug in de wedstrijd. Oh, dit belooft wat. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De stand is weer gelijk. Fantastische wedstrijd. Ja, de bal goed voorgegeven. Wie loopt er tegenaan? Robben heeft hem. Nou, hij gaat schieten. Of probeert het. Hij redt en heeft de bal vast. Er was geen verdediger in de buurt. En hij laat de bal zomaar over de zijlijn lopen. Dat is een ongelukkige actie. Mandzukic. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Lewandowski. Probeerde. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Bart Stuber. Maakt
zich wellicht al op voor een schot. Hij gooit de bal voor het doel. Lewandowski, doelpunt. Die zit er goed in. Wat een knal. Niet nadenken, maar uithalen. Zo zien we ze graag, Jordi. Heerlijke goal, even. Prachtige volley. Ah, je ziet hem de hoek uitkiezen. De keeper heeft totaal geen kans. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. München staat op verlies. Kroos. Zou kunnen voorzetten. Oh, wat een wilde actie van die verdediger. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ja hoor, daar is de gelijkmaker. Zo, nu kunnen we weer alle kanten op. Ja, die bal gaat erin. De paal leek even in de weg te staan, maar hij gaat er gewoon in. De goal vanuit een andere hoek. En het is wederom gelijk. Wat een wedstrijd. Lewandowski. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de benen. Het gevaar blijft. Om die verdediger tegen. Kroos. Mandzukic. De scheidsrechter fluit. We gaan rusten bij een stand van 3-3. De spelers hebben hun best een beetje voorgezet bij dit hondenweer, Jury. Nou, wat een weer is het even. Het is echt niet te geloven. En dat ze dan zo goed kunnen spelen. Geweldig. Laten we hopen dat ze zo doorgaan in de tweede helft. De aftrap van de tweede helft. En laten we hopen op meer van hetzelfde, Jury. Nou, we hebben genoten in de eerste helft. En hopelijk kunnen ze dat volhouden in de tweede helft. Mogelijk een goede kans hier. Bereikt die voorzet een medespeler? Lewandowski! Met dit doelpunt zijn ze op voorsprong gekomen. Ja, schitterend doelpunt en ze staan op voorsprong. Ja hoor, hij doet het vandaag al voor de tweede keer. En dat is een goal met het hoofd deze keer. We gaan nog een keertje kijken naar die goal.
Bayern München staat achter. En ze hebben de bal alweer te pakken. Goed werk daar. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Geel. Als hij goed om zich heen heeft. Kijk eens. Het is een doelpunt. En met dit doelpunt bouwen ze een voorsprong uit. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Aan. Ze scoren de ene na de andere goal. In het overzicht ziet u het aantal schoten. Het is Robin. Welkom dames en heren. Het is vandaag een speciale dag voor deze man. Zijn verjaardag. We gaan kijken of hij zichzelf op het doelpunt kan trakteren. Gestopt door de verdediging. De bal wordt aangeraakt. En gaat uit. Wissels bij beide ploegen. Verdediger speelt hij de bal over de zijlijn. Goed verdedigend werk dus. Robben. Dat moet een doelpunt worden. Een schot. Een geweldig hard schot. Maar de keeper heeft prima werk verricht daar. Bayern München mag een corner nemen. Bayern München heeft de bal te pakken. Die verdediger sluit hem goed op en dwingt hem de bal over de zijlijn te spelen. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En dan moest dus iets gebeuren. Schmelzer. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Mandzukic. De keeper kan de bal zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Kirch. Dat is een kansrijke paas. Götze.
Lewandowski. Müller. Pizarro. En weer terug die bal. Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. De scheidsrechter trekt rood. Heel resoluut is hij. Tja, die speler kan vertrekken. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de bal. Hij mag de bal aangeven. Schweinsteiger. Pizarro. Ja, en nu? Dat was puur een reflex van die verdediger. Kop die bal door. Komt geen kant meer op en loopt de bal over de zijlijn. Prima gedaan van die verdediger. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Hij krijgt een kaart. Nou, ik dacht even dat de scheidsrechter weer een rode kaart ging trekken. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Op het doel af. Het ziet er op het moment weinig geïnspireerd uit. Hier zien we nog eens de herhaling van die actie waarvoor hij er ook kreeg. Het is gewoon gevaarlijk wat hij doet, David. Wegwezen. Schmelzer. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Hele slechte paas. Bal is uit nu. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk. Ze stonden niet voor niets achter. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? De overtredingen van de ploegen staan in dit overzicht. Alaba. Voor zo'n afstand dat deze doelman zich echt niet passeren. Van buiten. Je zou denken dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Maar hier op het veld zien we een wereld van verschil tussen deze twee ploegen. Hij kan de bal in het centrum kwijt. Raak hem! Wat is hier de bedoeling van? De ploeg die op voorsprong staat zet een wisselspeler in. Het gaat er nu om de voorsprong vast te houden.
buiten. Schweinsteiger. Shaqiri. En de laatste man maakt die veelbelovende aanval onschadelijk. Kijk nou! In de handen van de keeper, die bal had in het hoekje gemoeten. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Mandzukic. Shaqiri. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Wil scoren. Schiet! En de doelman redt op deze manier. Ja, hij had zijn doel goed klein gemaakt. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. Probeert uiteraard het overwicht te behouden en de voorsprong vast te houden. Ze hoeven alleen de concentratie nog te verbeteren en rustig de wedstrijd uit te spelen. Schweinsteiger. Ik weet niet waar die bal naartoe moest, maar zeker niet over de zijlijn. Van buiten. Bal gaat terug naar de keeper. De tijd dringt. Nog maar 4 minuten. Pizarro. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Hij heeft hem voor. Nou, en dat is raak. Het verschil is nog maar 1 doelpunt en er is nog maar weinig tijd, maar het kan nog wel. Ja, het kan nog wel, want het doelpunt is zo gemaakt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Fantastische voorzet en helemaal in stijl afgemaakt. Beide teams spelen vol op de aanval. Lewandowski. Houdt die bal bezit. Lewandowski. Mandzukic. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Müller. Lewandowski. Kan hij een medespeler bereiken? En nu kunnen ze counteren en dat op een beslissend moment. Kunnen beslissen. Het vlaggetje ging omhoog voor buitenspel. De speler is laaiend. Lastige beslissing. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Kirch. Schrikreactie. Maar hij weet hem weg te werken.
De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel. Het is al eerder vertoond dat de ploeg die met minder spelers moet spelen, de wedstrijd uiteindelijk toch weet te winnen. Hoe kan dat nou toch eigenlijk, Juri? Ja, eigenlijk moet het niet mogelijk zijn, Evert. Maar ja, je denkt, ach, we hebben een mannetje meer en dan gaat het wel wat makkelijker. Iedereen gaat een beetje de boel onderschatten. Nou, de wedstrijd zit er weer op en ik hoop u de volgende keer weer te mogen begroeten.